Ja, meneer Van den Berg, we staan opnieuw in de Veluvine en het heeft weer iets te maken met jongeren. Wat is er vandaag gaande? Ja, dat heeft inderdaad te maken met jongeren, maar ook met ouders. We gaan vandaag een soort van talkshow houden. Dat wil zeggen dat we op een beetje interactieve manier in gesprek gaan met jongeren en met ouders. Met name ook om de ouders te laten zien, wat gebeurt er nou eigenlijk in het hoofd van mijn puber? Vaak denken wij dat we de jongelui snappen. We praten heel vaak over ze. Maar vanavond gaan we ook op een hele leuke manier met ze in gesprek. Zo hebben de jongelui zelf bijvoorbeeld een soort van workshop vloggen gekregen. Ze hebben een aantal vlogs gemaakt over het onderwerp. Daar kunnen ze ook wel iets van zichzelf in kwijt. Dat gaan we laten zien. En we gaan vanavond dat thema uitdiepen in vier tafels, in vier onderwerpen. En zoals gezegd, proberen we dan in gesprek te gaan met ouders en met jongelui. Er zijn 20 professionals aanwezig die daar ook nog het nodige over kunnen zeggen. Dus een hele leuke avond, denk ik, om een beetje in elkaars vel te komen. Ja, niet alleen een soort van talkshow, ook staan hier gewoon kraampjes. Ja, er staan hier ook kraampjes. Die zijn met name bedoeld ook voor de ouders. Het zijn kraampjes met professionals, met iedereen die zich zeg maar, een beetje bij de jeugdzorg ook bezighoudt. Ons eigen straathoekwerk is er bijvoorbeeld. En ouders kunnen ook even van de gelegenheid gebruik maken om wat informatie te vragen. Of in ieder geval op de hoogte stellen van wat doen jullie nou eigenlijk? En wanneer kan ik ook bij jullie terecht? Dus dat is met name voor de ouders. Is dit nou een actie vanuit de gemeente Nunspeet of eigenlijk iedereen? Nee, het is vanuit de gemeente Nunspeet is dit. Kijk, wij hebben in Nunspeet gelukkig heel veel jeugd. Daar zijn we erg blij mee. Maar we hebben ook best wel heel wat jeugdzorg. Er zijn veel jongeren die ondersteuning nodig hebben, zeg maar. En dat willen we natuurlijk naar beneden brengen. En we willen ook problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te voorkomen. Daar kan dit bij helpen, zodat ook ouders hun kinderen begrijpen en dat kinderen hun ouders begrijpen. En dan voorkom je al problemen mee. Dus vanuit die actie hebben wij dat opgezet. We scharen het zelf onder het preventief jeugdbeleid. Is dit nou een pilot of is dit iets wat volgend jaar misschien ook nog terug gaat komen? Nou, het kan maar zo zijn dat het terugkomt, maar we zijn continu op zoek naar andere vormen. We hebben de afgelopen jaren ook al iets gedaan met theatervoorstellingen, waarin ook het theater stilgelegd kan worden. En dat de ouders dan worden uitgedaagd, maar hoe zou jij nou in dit geval reageren? Dat hebben we gedaan. We hebben met de jongelui een aantal workshops gehouden waarin ze konden leren rappen, konden leren dansen, ook om zichzelf te uiten. Dus we zijn continu op zoek naar aansprekende vormen om ook met jongelui en met ouders in gesprek te gaan. Is dat iets wat tegenwoordig niet echt meer is, dat jongeren met ouders in gesprek gaan, bijvoorbeeld als ze thuiskomen, kijkend naar de nieuwe technologie die nu speelt? Ja, dat speelt zeker wel mee. Natuurlijk heel veel gesprekken tussen ouders en jongelui, die vinden alleen maar via WhatsApp plaats. Daarbij zie je geen emotie, dat is het grote probleem. En het is wel helder om goed met elkaar in gesprek te raken. Alleen je moet wel weten hoe. En je moet ook weten hoe je in het leven staat van elkaar, zeg maar. Dus dat geldt wel wederzijds. En dat is wel heel erg belangrijk. Ja, ik sprak vanochtend een van de organisatoren. Die zeiden dat er al 70 aanmeldingen waren. Dat is best wel fors. Ja, viel mij reuze mee. Daar ben ik erg blij mee. Eerst in het begin liep het niet zo heel hard. Maar we hebben gelukkig volgens mij rond de 68, 70 ouders, een stuk of 40 jongelui, 20 professionals. Dus we zitten met ruim 100 man. En dat is mooi als we daar iets met elkaar kunnen bespreken, wat dan ook weer morgen gedeeld gaat worden met anderen. En dames en heren, Angelina Jolie! Mevrouw Donker, speciaal voor deze avond hebben jullie ook een vlogproject gehad. Kunt u daar misschien wat meer over vertellen? Ja, we hebben een vlogproject. Dat gaat over dus eigenlijk problemen of zaken waar jongeren nu aandacht voor hebben. Zoals lekker in je vel zitten, social media, gezond ontbijten. Waarom hebben we dit gedaan? Jongeren hebben een mening over iets. De gemeente Nunspeet wil horen. Hoe kunnen we een gezonde omgeving creëren voor de jongeren? En daarom hebben we in de lessen vlogs gemaakt. En de winnende, die gaan nu worden gedraaid vanavond. Zijn er nou veel leerlingen die hun problemen niet vertellen, bijvoorbeeld tegen leraren en of ouders? Ja. Het is altijd wel een beetje een schaamte, maar wij kunnen wel zeggen dat op Veluvine, doordat we de leerlingen echt zien, is daar wel een vertrouwensband. Dus dat zul je zo meteen ook merken in de vlogs. Dan zeggen ze ook gewoon over hoe zij zelf, zoals gamen, hebben ervaren. En doordat er korte lijnen zijn, uiteindelijk komen ze wel met hun problemen naar buiten. Dus ja, maar bij ons op school toch ook weer nee.
Dat is wel fijn dat een school vertrouwd is. Ja, is zeker. Is zeker. En daar staat onze school ook onbekend. Korte lijnen. Maar als je leerlingen hier zometeen ook vraagt, vinden ze het ook een prima school. En kunnen ze de meeste ook met alle docenten gewoon goed overweg en praten. Dus dat scheelt. Dat helpt. Dus als er wat aan de hand is, dan zien we het ook wel vaak vrij snel aan de jongeren. Ja, en vloggen misschien. Ook snel uit hun comfortzone getrokken misschien nu. Ja, dit is echt een project waarbij ze uit hun comfortzone zijn getrokken. Sommigen hebben echt nog nooit gevlogd, anderen wel een beetje. En ze vinden het ook echt heel spannend om het nu te laten zien. Maar ze hebben echt goed werk geleverd. Dus we zijn echt trots. Maar eigenlijk gemeente, wij zijn allemaal hartstikke trots op ze gewoon. Dus dat, ja.